spelletje! Het spijt ons, JP. We hebben een spelletje met Maarten gespeeld. Ja, en het lijkt alsof hij niet meer kan stoppen met spelen. Haha, mij zul je niet zien spelen hoor als ik een baby moet bezorgen. Hallo, waar is mijn wiegje? Bezorgen je! Wat? Ben ik dan? Oh, niet doen, Maarten! Dat is mijn bezorging. Voilà, dat krijg je dus als je te lang door blijft spelen. Te lang doorspelen, hè? Dat is het! Wat is het? Let op! Oké, Maarten, blijf maar spelen. Daar moet je dat wiegje bezorgen. Bezorgen je! Oké, dan. Bel nu maar aan. Dat is mijn taak. Oké, dan. Zolang de baby maar op tijd bezorgd wordt. Bezorgetje! Daar is ze. Oh, ons prachtig kindje. Mama, dada. Mama, dada? Hey, zie je dat, Freddy? Ja, alweer een familie bij elkaar. Oh, dat is toch het mooiste van ons werk. Mama, dada. Dat is inderdaad het mooiste. En zo kunnen we Maarten ook bij zijn ouders krijgen. Jij vindt dat bezorgen echt leuk, hè Maarten? Wil je jouw mama en dada ook ontmoeten? Ja! Zullen we dan maar stoppen met spelen en jou gaan bezorgen? Ja, we brengen jou naar jouw ouders. Dan krijg je vast een dikke knuffel van jouw nieuwe familie. Zo dus! Mama, dada. Bedankt, Maarten. Die pet past me nog steeds. Nou, op jouw hoofdpip is het meer een petje. Dat klopt, Maarten. Dat is de weg naar je huis. Tot ziens, later. Dit is de weg naar je nieuwe familie. We hoeven Freddy alleen maar te zeggen welke kant hij op moet. Hier naar links. Hier naar rechts. Recht vooruit, tot je voorbij de boom bent. Hier is het al, Maarten. We zijn bij je huis. Ik denk dat onze leerlingbezorger maar moet aanbellen. Wat vind jij, Pip? Dat vind ik een uitstekend idee. Oké, Maarten, doe je ding. Bezorgetje! Bezorgetje! Maarten, daar ben je eindelijk. En wat ben je toch prachtig, Knul.